Die winst van de afgelopen weekend op Go Eagles, heeft dat een boost gegeven aan de ploeg, denk je? Nou ja, absoluut. Het is in de laatste minuut, het stadion ontplofte, mensen, iedereen had het nodig. En ja, dan geeft het absoluut een boost aan heel Breda, zeg maar. En dat merkte hij ook gelijk na de wedstrijd, dat iedereen weer heel positief was. En nou ja, nu moeten wij zorgen dat we dat door kunnen trekken. Kunnen we nu al stellen dat die laatste plaats ja, dat die voor SC Dordrecht is? Dat is een beetje voorbarig misschien, maar nou ja, we hebben wel een gat geslagen. Ja. En ja, wij kijken in ieder geval omhoog. Die winst op Go Eagles was heel erg lekker. En dat is toch jammer dat je dan de dag daarna Heracles ziet winnen in Den Haag. Ja, dat hadden we liever niet gezien, maar ja, daar hebben wij geen invloed op. Het zou lekker zijn geweest, maar nou, wat ik zeg, we hebben zelf nog een aantal punten nodig. En nou, zolang Heracles of Go Eagles ook punten blijft pakken, hebben wij er nog meer nodig. Ja, te beginnen misschien vrijdag in Utrecht. Hoe moet NAC die zaken aanpakken? Nou ja, wat van Utrecht is bekend wat ze willen, hoe ze gaan spelen en wat hun intentie is. En nou ja, wij moeten zorgen dat we in ieder geval niet overrompeld worden. En dat we zorgen dat we goed staan, dat we compact bij elkaar staan, dat we het zo moeilijk mogelijk maken. En nou ja, wat ik al eerder aangaf, er zal ruimte gaan komen bij hun. En nou, daar moeten wij gebruik van gaan maken. Gaat NAC op de counter spelen? Nou ja, op de counter spelen. Ik verwacht wel dat Utrecht volle bak vooruit gaat en dat wij in sommige gevallen teruggedrongen worden. Maar nou, op de counter spelen klinkt misschien heel negatief. Maar Utrecht is natuurlijk ook gewoon een hele goede ploeg. Een ploeg die heel veel druk vooruit zet. Dus daar ontkom je niet aan om in een hoog tempo mee te gaan. Maar daar zullen we ook voetballend een oplossing moeten verzinnen. Voor het powerplay wat zij altijd aan de dag leggen in het eigen stadion.